Dit zijn de genomineerde filmleraren van 2022. Wie zijn ze? En wie gaat er met de felbegeerde titel vandoor? Ik leer leerlingen hoe ze een film moeten maken. Het is zo lekker breed, dus elke leerling kan zijn eigen talent erin kwijt. En de ene gaat filmen, de andere gaat acteren en de andere die gaat die verhalen bedenken. Dus op die manier. Films die ik heel veel gebruik, ik heb vandaag nog gebruikt, is Lola Rent. Omdat ik het gewoon heel leuk vind dat er heel veel technieken in zitten en gespeeld wordt met tijd. Als leerlingen films maken, dan leren ze veel sneller echt waar ze mee bezig zijn. Ze leren echt heel goed samenwerken. Ze leren technische dingen met elkaar doen, zijn ook praktisch bezig, waardoor alles wat ze doen ook beter onthouden. Wij hebben een module die heet chemische cinematografie. En dan gaat de scheikundedocent proefjes doen. En ik ga met die leerlingen die proefjes zo goed mogelijk filmen. Zodat het er zo gaaf mogelijk uit gaat zien en ze zoveel mogelijk leren. Stem op mij, omdat ik enthousiast ben. En omdat ik altijd wil dat ze de mooiste films maken waar ze echt trots op zijn.